Welkom terug bij een nieuwe video hier op MotorVlog.nl. Volgende klusje vandaag is het elektrisch systeem. En dit is het resultaat. Hieronder zit de bobine van de motor. Die zit aangesloten op de bougiekabels die naar het blok toe gaan. Op de bobine zitten een aantal stekkers en die moeten we los gaan krijgen. Dus dat gaan we eerst doen. Nu de stekkers los zijn, gaan we ze uit de weg halen en daarna gaan we verder om de bougiekabels los te halen. Ook aan deze kant zit zo'n plastic kapje, dus die gaan we verwijderen zodat we er wat makkelijker bij kunnen. Dit plastic kapje zit net als aan de andere kant, toen we het koelsysteem aan het losmaken waren, vast met één kruiskop. Nu dat dit kapje is verwijderd, kunnen we ook de laatste kabel uit de weg halen. Nu de stekkers van de bobine zijn losgemaakt, rest ons alleen om de bougiekabels los te maken. Het enige wat nu nog rest, is het losmaken van de bobine. De bobine zit vast met drie bouten. Dat zijn deze drie. Dus een dop 10. Andersom werkt die beter. En als het goed is, moet ik die nu zo, als die daar zin in heeft tenminste, een plekje vinden hoe ik die eruit ga krijgen. Nee, er zit nog wat in de weg, maar hij is in ieder geval los, dus die kunnen we er dadelijk uithalen. Deze slangen zitten nog in de weg, die moeten eerst weg dadelijk. Wat we wel kunnen doen, is alvast de grote kabelboom die helemaal rondom zit, om die te gaan verwijderen. Want daar hebben we wel ruimte genoeg voor. We beginnen achteraan. Nou, daar hadden we al het een en ander aan kabels los. Deze moet nog los, deze moet er even vanaf gehaald worden. En dan gaan we zachtjes aan naar boven toe, om verder naar voren te werken. Ebbers. Ik ben er inmiddels achter dat de truc om deze los te krijgen, die krijg je zo echt met geen mogelijkheid los. Met je schroeven draaien, achter dat metalen plaatje hier, dat plasticje naar achteren duwen. En dan komt die los. Het kan zo simpel zijn. Dan gaan we verder, deze mag eraf, dat is gewoon een rubbertje wat hierin zit. En dan gaan we zachtjes aan naar voren toe werken. Deze kabel hebben we net losgemaakt. Die loopt hier zo helemaal door naar boven. En gaat daar onderdoor. En dan zit die hier vast met een klemmetje. En die loopt dan door naar deze boom. En die gaan we dan daarna losmaken. We zijn nu aan de andere kant. Ik heb de kabel al hier tussendoor gehaald. Die heb ik even naar voren toe gelegd. Dat is het hele deel wat net vanaf de rechterkant is gekomen. Wat we nu gaan doen is aan de voorkant beginnen. Dan zit, ik heb ze allemaal al even losgemaakt omdat het makkelijker is met één hand. Een camera in je handen hebben en dan dit doen, dat werkt niet. Deze. Hier zat er nog één. Deze kan je gewoon zo afhalen, dat is een nokje. En zo'nzelfde nokje zit hier zo.
En dan heb je alleen deze stekker nog, die zit normaal gesproken hierin. Die moet je helemaal losmaken, dat hele rode gedeelte is één gedeelte. Haal je eruit en dan is de hele kabelboom in principe los. Want dit is het deel wat we al losgehaald hadden. En hier zie ik nog twee stekkers zitten. 1, 2, die ga ik nog even losmaken. En dan kunnen we het hele gebeuren kunnen we verwijderen van de motor. Zo, die twee zijn ook los. Wat leuk is om te weten, of belangrijk is om te weten, is als je deze zwarte stekker, deze los wil halen, dan moet je met een schroevendraaiertje even vanaf deze kant erin, het palletje opzij halen, en dan kan je dit deel er zo uithalen. Deze zit er op dezelfde manier vast als aan de andere kant, dus dat gaan we ook op dezelfde manier doen door met een schroevendraaiertje hier even tussen te gaan, zodat we het lipje op kunnen tillen, dat we hem eraf kunnen halen. En daarna gaan we de hele kabel verwijderen. En uiteraard, voordat we alle kabels kunnen gaan verwijderen van de hele kabelboom, moeten deze drie ook nog eventjes van het frame losgemaakt worden. Dat is gewoon een rubberverbinding. Ik moet even omdraaien. Het is gewoon een rubberverbinding. Dus die kun je er zo afschuiven. En die niet met één hand. Die kan je er zo afschuiven. En dan, als die eraf zijn, dan laten we ze erop zitten. Zodat we weten welke waar wordt. En datzelfde geldt aan de andere kant van het subframe, aan de voorkant. Er zitten nog twee stekkers. Ook die gaan we op dezelfde manier weer met blok en al. Gaan we die verwijderen. En dan is dit gedeelte, als het goed is, deze ook nog, die hele grote, die gaan we ook verwijderen. Dus al deze dingen gaan we loshalen en dan blijven we gewoon aan de kabelboom zitten. Dan blijven ze op de juiste stekkers zitten. Wat ik nog wel doe, is even merken. Dat heb ik bij die andere drie daar ook gedaan. Die zijn er nu af. Dan zet ik een V'tje op, een M'tje op en een A'tje op voor, midden, achter. Zodat ik dadelijk nog weet in welke volgorde ze zaten. Nou is dat bij deze wat minder onduidelijk. Maar bij die drie is dat wel wat onduidelijker. Dat ga ik nu doen. En zo hebben we de complete draadboom. Vanaf de voorkant helemaal door naar de achterkant in zijn geheel verwijderd. Dus het stroomgedeelte zit er weer op. Althans, het is eraf. Voordat we verder gaan met het verwijderen van het elektrisch systeem, ga ik eerst wat verwijderen om het leven wat makkelijker te maken. En dat is het subframe waar de koplamp en de tellercluster aan vastzitten. Daar hangt nu niks meer aan vast. En dat zit met 5 bouten vast en is eigenlijk alleen maar een uitstekend deel. Dus die ga ik eerst verwijderen. Dat subframe dat zit met 5 bouten vast. Hier. Hier. Dan gaan we naar de voorkant. Hier. En aan de andere kant weer. Hier en hier. Als die 5 bouten los zijn, dan moet ik als het goed is het hele subframe eraf kunnen halen. Dus dat gaan we nu eerst even doen. Voor de bout aan de zijkant hebben we een 10 mm dop nodig. De onderste. Dit is de bovenste. Hetzelfde doen we aan de andere kant. En dan hebben we alleen nog aan deze aan het midden over. Daar hebben we een steeksleutel of een inbus voor nodig. En als het goed is, en die zal wel behoorlijk strak zitten. Dat valt op zich ook wel mee. En die kan je met een inbus zo losdraaien. En dan kunnen we nu het hele subframe
in één keer verwijderen. En nu dat de kabelboom verwijderd is trouwens, zou ik deze er nu wel tussendoor moeten krijgen. Daar gingen jullie. Dus ook dit deel wat we net hebben losgemaakt, dat is nu weg. Voordat we op het punt zijn om het motorblok los te gaan halen, dus het subframe te gaan verwijderen, zodat het motorblok kan gaan zakken, moeten we nog een paar dingetjes doen. Ik probeer zoveel mogelijk te laten zitten wat ik kan laten zitten, wat niet nodig is om los te halen. Wat ik wel moet doen is deze kabel, want die zit hier aan vast, die doe ik even daar naartoe. Die zit aan het blok, blijft lekker aan het blok, prima. Wat ik wel moet doen is deze kabels, deze twee, die moeten los. Dat zijn deze twee. Deze en deze die hierachter loopt, die moeten wel los, omdat ik hieronder heel weinig ruimte heb om die kabels er doorheen te halen. Dat gaat never nooit niet passen. Dus die moet ik wel loshalen, zodat die achterwaarts eruit kunnen. En die zitten dan niet meer aan het blok vast. Dan heb ik hier nog een draad lopen. Die is hierop aangesloten. Dat is deze stekker. En die zit ook hierop. Dus dat blijft ook allemaal aan het blok vastzitten. En die laat ik voorlopig voor wat het is. Die stop ik even hier weg, zodat die niet in de weg komt te zitten. Het enige wat we verder nog moeten doen, dat is om de koppeling los te koppelen. En dat is deze leiding. Die loopt helemaal door naar beneden. Die zit hier nog vast met een beugel. En die loopt hierdoor helemaal naar beneden. Hier naartoe. En dat is een koppelingsleiding. En daar zal nog wel het een en ander uitgekomen. Dus als we die los gaan halen, moet daar een bakje onder. Maar voor de rest zouden dit de laatste stappen moeten zijn. Voordat we het subframe aan beide kanten los kunnen halen. En het motorblok te kunnen gaan laten zakken. Er is nog iets wat los moet, wat ik ben vergeten. En dat is dit gedeelte. De zijstandaard. En met name het koppelingspedaal. Een versnellingspook. Die moet ook nog los, dat moet hierachter. Maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ook dat moet nog los voordat we aan het demonteren van het motorblok kunnen gaan beginnen. Laten we beginnen met dit plaatje even te verwijderen. Die zit vast met drie boutjes. 1 en hierachter 2 en 3. Dan kunnen we namelijk zien hoe die draad, die kabel die naar achteren loopt, hoe die daar vast zit. Oh. Het zijn moertjes en geen boutjes. Ah. Dit is dan weer wel een boutje. Nee, en hij wil niet meer los. Drie. En de laatste. En dat is ook een boutje. En dan kan deze af. Nou, dan zien we deze kabel loopt hier naartoe. Is dat een stekker of iets dergelijks? Dan zou je net zien dat mijn schroevendraaier ergens anders ligt.
kijk. Die zitten met moertjes vast. Nou, welk steeksleuteltje ik ook pak, ik krijg hem niet ertussen op dat middelste moertje. Dus wat ik ga doen, ik ga deze even terugzetten. Als dat lukt. En ik ga hem aan de andere kant losmaken. En dat is daar, aan dit blok. En daar heb ik een inbusje voor nodig. En het is deze kabel. Dus als ik deze dan losmaak. Dan ja, komt dit deel meteen los. En dan zou ik deze kabel er wel tussendoor moeten kunnen krijgen. Dan gaan we deze losmaken. En dat is de andere kabel. Die is los. En dan gaan we die kabel hier aan deze kant eruit halen. Hebbes. Dus ook die twee zijn nu verwijderd. Het volgende klusje wat we gaan doen, dat is het verwijderen van de voorvork. En daarvoor moeten we een aantal dingen eerst doen. Het papbord moet eraf. De remklauwen moeten eraf, die zitten aan beide kanten. Die moeten eraf en dan moet het wiel eruit. Als we dat gedaan hebben, gaan we de voorvoet demonteren door deze vier bouten hier los te draaien. En hierboven aan het stuur de kroonplaat los te draaien. Nou, kom op. Deze twee boutjes was ik vergeten. Daar zit de remleiding mee vast aan het spanbord. En dat is een, ik het goed heb, M8. Ja, 8 mm. Dus ook die zijn los. En nu kunnen we het spanbord verwijderen. Eerst volgende wat we nu gaan doen, is alvast deze moer bout losdraaien. Dit is de aansluiting van het, de remvloeistof, van het remreservoir bovenop het stuur, naar de remklauw. En die zit aan beide kanten. Deze moet je eerst een beetje losdraaien en dan daarna weer dichtdraaien. Want dan, hier loopt meteen remolie uit. Maar als je deze niet eerst losmaakt,
dan krijg je hem nooit meer los als die remklauw er eenmaal vanaf is. En als we die hebben gedaan, doe ik aan beide kanten. Dan gaan we deze losmaken en de imbus aan de andere kant. Dan kunnen de remklauwen eraf. Kunnen we de leiding afkoppelen en dan kunnen we de lekbak leeg laten lopen. Deze gaan we eerst losmaken. Die is los. Doen we meteen weer even één slagje vast, zodat er niks uit kan lopen. Je ziet dat er al een en ander uitloopt. Dat ga ik ook aan de andere kant doen. En dan komen we zo meteen terug om deze twee los te maken. Aan beide kanten heb ik de remaansluitingen, de remslangen al opgelost. Dus we gaan nu de remklauwen verwijderen. En dan kunnen we die meteen afkoppelen helemaal, zodat ook het systeem helemaal leeg loopt. Die eraf. Takkie erbij. Opzij. En daar moeten we even een zakje omheen doen, zodat het opgevangen wordt en dat we naar de andere kant kunnen. De leiding hebben we eventjes een zakje omheen gedaan om eventueel olie die er nog uitdrukt op te vangen. En dit is de remklauw. Er zit hier een ringetje. Die hoort hierbij. En die kunnen we dan al lekker leeg laten lopen. Dat is de andere kant. De linkerzijde van de motor. Ook deze gaan we eerst de remleiding loskoppelen. En ik doe het nu meteen op deze volgorde. De meeste olie is er nu al uit aan de andere kant, dus deze lekt niet zo heel erg veel meer. Dus deze hang ik even opzij. Dan gaan we deze en deze losmaken. En dan komt ook deze remklauw eraf. Boven heb je een grote imbus nodig. En aan de onderkant een kleinere. En ik had ze al losgemaakt, dus het gaat allemaal iets makkelijker. Die eruit. En dan kan de remklauw er vanaf. En dan loopt hij meteen ook leeg. Dus ook deze remklauw is verwijderd. Eerst volgende klus is nu het wiel te verwijderen door de as eruit te gaan halen. We gaan nu het voorwiel verwijderen en dan moeten we deze. Dus, dat was niet bij mij, dat was buiten. Wat ik zei, we gaan het voorwiel verwijderen, dus 1, 2 en aan de andere kant, als het wiel even een klein stukje draaien, 3, 4 bouten. En die
klemmen als het ware de voorpoot om de as heen. Dus die gaan we eerst even losmaken. Die zijn los genoeg. Je kan ze er helemaal uit draaien. Maar ja, dat hoeft in principe niet. Wat we nu wel gaan doen is aan deze kant de as loshalen. En dan... Ja. En als je helemaal in beweging is, dan kom je wel. Dat is deze jongen. De as kunnen we er nu vanaf de andere kant uithalen. En ik heb het motorblok ondersteund. Ik kom een krik tekort. Ik ben helemaal motorsteun tekort. Hij staat op de middenbok en ik heb er even wat zakken cement onder gelegd met wat hout. Om het motorblok te ondersteunen. Want zodra dit eraf is, komt het hele spul naar voren. En dat willen we niet. Deze moet er nu uit. En dat doen we door vanaf deze kant heel zachtjes erin te tikken en de as eruit te tikken. Ik krijg gewoon een verlengstang in. Andersom. En dat doe je echt met beleid. En dan komt hij al los. En de andere kant ook. En dan gaan we vanaf deze kant de as gewoon verwijderen. En nu is het wiel los. En kunnen we hem eruit halen. Welkom in mijn kantoor. Ik ben deze video aan het bewerken op dit moment. En ik breek de video hier af. En we gaan in de volgende video verder met het demonteren van de voorvork. De reden dat ik de voorvork nu doe en niet later in het project, dus bijvoorbeeld nadat het motorblok is verwijderd, is omdat ik de voorpoten van de Amerikaanse ST1100 nodig heb op mijn daily driver. Ik heb namelijk pas geleden de keringen vervangen van deze motorfiets. En nu wil het dat de keringen van de voorvork op mijn daily driver lek zijn. Om nu twee projecten door elkaar heen te gaan doen. Door beide motoren te gaan sleutelen. Dat leek me geen goed plan. Dus ik heb besloten om de goede voorvorken van de Amerikaanse ST1100 over te zetten op mijn daily driver. Zoals ik al zei, in de volgende video gaan we daarmee verder. Met het demonteren van die voorvork. Dan gaan we de voorpoten eruit halen. En daarna, als we daarmee klaar zijn, dan gaan we verder met het volledige demontage van de motor en dan gaan we waarschijnlijk beginnen aan het subframe. En dat is de voorbereiding tot het verwijderen van het motorblok. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie graag volgende week weer terug. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan zou ik het heel tof vinden als je dat zou willen doen. Ik probeer namelijk mijn eerste 100 abonnees te krijgen zodat ik mijn kanaalnaam kan registreren. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren en ik zie jullie de volgende video weer terug. Ik ga weer even verder met het monteren van de video. Know that the ride or die. Know that the ride or die.